In de Sint-Jan de Doperkerk in Molenbeek zijn een 200-tal mensen samengekomen om aandacht te vragen voor vluchtelingenkinderen in ons land. Jongeren uit verschillende geloofsgemeenschappen drukten hun solidariteit uit met mensen die op de vlucht zijn. Ik wil me inzetten voor vluchtelingenkinderen, om ze het leven te geven dat elk kind verdient. Ik ben zelf uit een ander land, uit Polen, met mijn ouders. En ik vind het belangrijk dan om ook voor hen te kunnen zorgen dat zij een leuke jeugd kunnen hebben, een mooie jeugd, net zoals ik. Ik heb het gevoel dat mensen veel minder solidariteit tonen aan vluchtelingen zoals nu. En dat is dus heel erg jammer. En daarom doen we dit vandaag, zodat het een beetje terugkomt. Het is de bedoeling om elke maand bijeen te komen om vluchtelingen een netwerk te bieden. Vluchtelingen die al lang of minder lang in ons land wonen, getuigen over hoe moeilijk dat momenteel is. What do you think about what's happening in the US now? It's crazy. It's just crazy. The world is going crazy, really. Er wordt een bepaalde mensengroep uitgesloten uit een groot land, uit een land dat voor vrijheid strijdt. Het is ongelooflijk dat we dit eigenlijk nog meemaken.